Dit zie je heel vaak op TikTok, van die Let's Trips. Kauwgom drinken. Daar gaat ie. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe shopblog van de Action. Mijn naam is Linda en je kunt me kennen van TikTok als Linda Kaas of van Instagram als Where Linda Goes. Nu de herfst weer aankomt, krijgen we waarschijnlijk ook weer heel veel regenachtige dagen. En wat ga je dan doen? Ik ga op zoek in de Action naar entertainment for inside, oftewel vermaak voor in huis. Oké, wat kun je allemaal doen in huis als het regent? Nou, genoeg knutselspullen, dus we gaan even kijken wat leuk is om mee te knutselen. Kwasten en schildervezel, altijd handig. En bakken hoort er natuurlijk ook bij. Hier helemaal achteraan staat nog... de brownies! En je hebt ook genoeg versiersels die je erbij kunt doen. En wij nemen de marshmallows mee. En misschien ook wat voor... Het is nou lekker dan gewoon op een regenachtige dag. Heerlijk in bad met een bruisbal. Welke moet ik kiezen? Er zijn er gewoon echt te veel. Een Disney bruisbal. Watermeloenmasker. Peach. Nou, dit is het geworden. Zoals je kunt zien heb ik echt een hele tas vol. Dus laten we beginnen. Er zijn natuurlijk ontzettend veel leuke dingen die je in huis kunt doen. Maar ik heb er 4 uitgezocht en die ga ik per categorie dus aan jullie laten zien. Dus laten we beginnen met categorie nummer 1. En dat is bakken. Ik heb gekozen voor deze choco brownies. Dit pak kostte 1,60 euro. En ik heb daar ook gelijk even deze mix bowls bij gekocht. 3 verschillende kleurtjes, 3 verschillende maten. Deze kostte 2 euro. En om te bakken heb je natuurlijk ook deze superhandige pannenlikker en kwast nodig. Tenminste, ik vind het altijd heel erg handig om een bakblik in te vetten. En deze om de laatste restjes eruit te scoopen. Deze kostte echt maar 75 cent per dingetje. Dus in totaal 1,50. En als de brownies klaar zijn, is het natuurlijk super leuk om ze te versieren. Dus ik kwam deze super toffe sprinkle kit tegen. Daar heb je dus 4 verschillende buisjes met toppings die je op je brownie kan doen. Deze sprinkle set kost 1,29 euro. En wat ik super chill vind, mini marshmallows. Deze zijn natuurlijk ook heel lekker om op de brownies te doen. Je kan ze ook in je chocolademelk gooien of op een taart of iets. Maar op de brownies is het ook heel lekker. Deze zak met mini marshmallows kost 69 cent. En dan nu iets wat ik echt super cool vind. Deze houten étagère. Ik vond hem echt zo tof. Want als je de brownies gebakken hebt, dan moet je ze natuurlijk wel leuk presenteren. Dus deze kan je op tafel zetten. Kan je allerlei gebakjes opzetten. Ik was meteen verliefd, dus ik heb hem ook meegenomen. Deze was 8,95 euro. Nou, dat was de eerste categorie. Dan komen we aan bij de tweede categorie. En dat is een spa-dag. Want als het buiten super koud en nat is, ga ik het liefst lekker in bad. Dus daarom heb ik deze super coole gekleurde bruisballen gekocht. Deze bruisballen van The Bath Company zijn 4,44 euro. Bij een lekkere spa-dag hoort natuurlijk ook, oh, omgeduid, een masker. Ik vond deze er zo vrolijk uitzien. Dit is met watermeloen, een watermeloen gezichtsmasker. En dit is met peach, fresh, fruity en fun staat erop. Deze fruitige gezichtsmaskers zijn 84 cent per stuk. En dan heb ik nog iets heel apart eigenlijk. Een lipmasker. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. Een gold lipmask staat erop. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik ga het denk ik gelijk even proberen. Interessant. Je moet dit dus 20 minuten op je lippen leggen. Dat ga ik nu natuurlijk niet doen, want dan kan ik 20 minuten niet praten. Maar ik ga het toch even uittesten. Oh jee. Oké, nou. Daar gaat hij. Ja, hij ruikt wel lekker trouwens. Oké, nou, ik ga hem zo meteen wel even afmaken. Het voelt in ieder geval heel apart, maar het is wel heel grappig. En het ruikt lekker. Het verzorgt, verzacht en hydrateert je lippen. Deze gouden lipmasker kost 59 cent. En dan heb ik nog iets voor de spa-dag. Deze face scrub kiwi. Ik dacht, ja, we gaan het even uittesten. Deze face scrub bestaat voor 96% uit natuurlijke ingrediënten. Er zitten ook echt echte kiwi-pitjes in. Kijk, dit zijn gewoon echte kiwi-zaadjes. Oké, maar dit vind ik dus wel echt cool. Het ruikt naar kiwi, er zit gewoon echte kiwi in. Ja, geweldig.
Deze face scrub kost €1,49. En dan het laatste item voor deze spa-dag is natuurlijk een heerlijke kaars. Want als je in bad zit, kun je ook lekker een kaarsje aansteken. Oh, en ik hou echt van appelkaneelgeur. Dan kom je echt helemaal in de herfstsfeer, weet je wel. Anyway, deze kaars kost €1,52. En dan is het nu tijd voor de derde categorie. En daarvoor heb ik deze schildersezel gekocht. Dus je raadt het al. De derde categorie is schilderen. Deze schildersezel is €2,99. En dan kan je dus je schildersdoek opzetten of een kladblok of iets anders waar je ook kan schilderen. Ik heb daar dit blok voor bij gekocht. Dit is aquarelpapier. Daar kan je dus met aquarelverf op schilderen. Dit aquarelpapier met 20 blaadjes kost €1,69. En uiteraard mag het aquarelverf dan ook niet ontbreken. Ik heb deze set met 12 tubetjes gekocht. Deze kostte €1,99. En natuurlijk ook met een penselen set. Deze kostte €0,99. En er zitten 6 kwastjes in. Dus ik ga straks lekker schilderen. En dan komen we nu bij de laatste categorie. En dat is één van mijn favorieten. Namelijk movie night. En dan mag popcorn natuurlijk niet ontbreken. Ik heb gekozen voor salted caramel. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Want dit zijn van die... Ik kan het wel even openmaken. Van die zakjes die je dus zelf in de magnetron moet doen. Nou, dat ziet er dus zo uit. Dan heb je een zakje. Nou, moet je uit plastic halen. En dan leg je hem in de magnetron. En dan moet hij daar 3 minuten in. En als het goed is... Er zit er dan opeens salted caramel popcorn in. Ja, het is moeilijk te geloven, maar het gebeurt echt. Deze salted caramel popcorn kost €0,89. En dan heb je 3 zakjes met popcorn. Verder heb ik deze 2 drankjes uitgekozen voor de movie night. Ik vond dit wel heel bijzonder. Bubblegum smaak. Ik bedoel, kauwgom drinken? Ik ben heel benieuwd. En ik heb deze Arizona Strawberry Lemonade. Het is fruit juice with honey. Deze kostte €0,69 en deze €0,78. En ik denk dat ik hem alvast even ga proeven. En daar heb ik deze reusable rietjes voor. Super handig omdat plastic rietjes tegenwoordig niet meer verkocht worden. Heb ik deze herbruikbare rietjes. Die kun je dus in de vaatwasser doen en dan kan je ze gewoon opnieuw gebruiken. Het ruikt wel lekker. Wow, dat is heel zoet. Het doet me echt een beetje denken aan een gesmolten ijsje. Het smaakt een beetje naar zo'n raketje, maar dan gesmolten. De rietjes zijn trouwens €0,59 voor 12 stuks. En dan heb ik nu iets heel cools. Dit zie je heel vaak op TikTok. Het zijn van die LED strips. Die kan je dus achter je tv plakken. Super tof, dus voor een movie night. Als je een hele spannende film gaat kijken, dan plak je dit gewoon lekker achter je tv. En dan heb je zo'n special effect. Nou ja, je hebt gewoon een leuk kleurtje. Deze kan je dus zelf volgens mij de kleur van bepalen. Want er zit ook een afstandsbediening bij. Dus als je een hele romantische film gaat kijken, kan je bijvoorbeeld op een rood lichtje zetten. Ga je een hele spannende film kijken, nou, dan zet je hem blauw of wat je leuk vindt. Deze USB LED strips zijn €1,49 per stuk. Dus samen was het €3. En op de verpakking zie je ook zeg maar hoe het er dan ongeveer uit kan zien. Dus hier zie je zo'n tv en dan heb je hier blauw licht en daar paars licht. En op deze hetzelfde, ook zo'n tv'tje en dan helemaal met geel licht aan de achterkant. Ziet er best wel cool uit trouwens. En dan het volgende waar ik heel enthousiast over ben. Die vond ik echt zo leuk, die kon ik niet laten liggen. Dat is deze glow in the dark kleed. Hoe cool! En er staan dino's op en die schijnen dus glow in the dark te zijn. En dat gaan we even testen natuurlijk. Oh, hij is echt super zacht. Ik denk dat ik hem even in de wc ga testen, want daar is het donker. Het donkerste kamertje van het huis. Oké, ik heb de deken nu een tijdje in het licht gehouden. Dan gaan we nu het knopje uitdoen. Wow, kijk. Ze geven gewoon echt licht. Oké, ik heb ze niet heel lang in het licht gehouden, maar dat kan je dus ook zien. Deze glow-in-the-dark deken met dino's kost €7,49. Oké, de laatste 2 dingen van deze video kunnen niet ontbreken tijdens een movie night. En dat is natuurlijk M&M's en chips. De M&M's waren €1,99. En de Chio chips met hashtags
was 88 cent. Nou, dat was alles van deze supercoole shoplog. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En ja, laat me even weten in de comments wat jullie eigenlijk doen als het regent buiten. Waar vermaken jullie je mee in huis? Ik ben heel erg benieuwd. Dus zet je reactie even in de comments. Like deze video. Abonneer je op het kanaal van The Action. En bedankt voor het kijken. Wil je nou meer video's van mij zien? Dat kan natuurlijk ook. Dan kun je me volgen op TikTok. Ik heet Linda Kaas. Of je kunt me volgen op Instagram, daar heet ik Where Linda Goes.